De maatregelen die genomen zijn om het coronavirus tegen te gaan hebben veel impact op lokale winkeliers. Boutique bij Mas in de Lier probeert door middel van creatieve oplossingen het hoofd boven water te houden. Ik bedacht om elke dag een actie te doen in de winkel en elke dag gaan we dus een merk uitlichten en dan gaan we daar filmpjes en foto's van maken en dat gaan we op social media zetten. En we hebben dan ook bedacht om alles dan persoonlijk rond te gaan brengen in het Westland en buiten het Westland hebben we dan gratis verzendkosten. En bij iedereen die, waar we dan iets af moeten gooien, die krijgen een cadeaubon van 10 euro erbij. Dus dan proberen toch iedereen een beetje tegemoet te komen omdat we natuurlijk dicht zijn. Dus op die manier proberen we het een beetje te doen. In een rap tempo heeft de winkel een online shop uit de grond gestampt. Sinds gisteren zijn we daarmee bezig en twee gasten van CodePixie hebben ons daarbij geholpen. En deze week komt, als het goed is, gaan we live. Dus we moeten alles nu in de webshop gaan zetten. En dan gaan we zo snel mogelijk een webshop maken voor nu. Dus dat is wel gaaf dat we dat kunnen doen. Middenstandsorganisatie MKB Westland roept op om bij het winkelen op internet niet meteen te gaan shoppen bij de grote internationale ketens, maar eerst te raden te gaan bij lokale winkeliers. Het is onwijs belangrijk dat de Westlandse inwoners, maar ook daarbuiten, want ik krijg bijvoorbeeld ook vanuit Rijswijk aanvragen, maar dat die lokaal kopen. Want ondernemers hebben het al zwaar. We zien veel leegstand al in diverse centra. Nou, en om dat te voorkomen, hebben we nu de hulp van de inwoners nodig dat ze lokaal blijven kopen en niet bij grote internationale ondernemingen hun producten kopen. Want lokaal is het ook te vinden.